een nieuwe video. In deze video heb ik een video waarin ik laat zien wat ik doe als ik thuis kom van het paardrijden en van school. Want ik ben vandaag eerst naar school geweest en toen ben ik naar paardjes geweest. Dus veel kijkplezier. Nou, wat ik eerst doe is natuurlijk kijken hoeveel ik eruit zie. Dat krijg je met paardrijden. Als eerst ga ik mijn schoen even uitdoen. Zo, ik heb mijn jas ook even uitgedaan natuurlijk. Wat ik dan ga doen is even... Weer ga ik natuurlijk zeggen, mijn handen wassen. En ik gebruik deze hele grappige foam. Die is echt fijn van zo'n panden nu. Want van paarden wordt je vies. Oeh, en heb ik jullie nat gemaakt? Ja. Oh, verkeerde. Zo. Even jullie droog maken. Zo. Nou, dan loop ik naar de woonkamer. En ga ik even, want ik ga zo meteen naar boven. Tas inpakken. Mijn, dan ga ik cavia's doen. Daarna ga ik douchen. Maar als eerst ga ik daarom vast de warm inzetten, zodat het hier lekker op kan warmen. Nu zet ik dan ongeveer op 3. Ik heb net al gedronken uit mijn tas. Daar heb ik gewoon een bidon met drinken, dus ik hoef niet meer te drinken. Ik ga gewoon gelijk door, want dan kan ik zo meteen lekker heel lang chillen als ik alles al gedaan heb. En dan hoef ik niet te denken van, oh, ik moet zo meteen nog van alles doen. Want de meeste mensen zouden denk ik eerst even gaan chillen. Maar ik ben van het gelijk doorgaan. Dus. Zo. En zo ziet mijn pet eruit. Maar ja, dat heb ik geen zin om te doen als ik vroeg op moet staan. Want vanochtend moest ik hoe laat ongeveer? Ongeveer 7 uur opstaan. Ja, op zich een normale tijd. Maar morgen moet ik dan bijvoorbeeld 5:45 al opstaan. Dus even mijn bed. Een beetje. Ik ga dat vanavond toch weer in. Even de viezigheid van de grond opruimen. En zo. En mijn pak met zakdoeken opgeruimd. Zo. Tissues, want ik ben verkouden. Dus die liggen dan ook 1000 op de grond. Zo. Dan ga ik als eerst mijn tas inpakken. In en uitpakken. Die gaan we hier neerzetten. Zo. Dat is ook een mooier beeld. Lamp aandoen. Zo. En ik heb toetsweek, maar ik neem nog wel dingen mee om te leren. Kijken. Engels. Neem ik mee morgen. Biologie. Daar nog wat aan. Ja, doe maar mee, neem voor zekerheid. En als ik niet meer, wiskunde niet meer. Bioschrift wel. NASC. Mensen en maatschappij. Mensen en maatschappij heb ik dan vrijdag. Donderdag denk ik. Daar liggen nog meer boeken. Ga ik dat meenemen? Wacht even. Even kijken. Zo. Ik denk dat ik dit allemaal meeneem. Ik heb hier ook een moment met 5. Nederlands en Duits. Dan neem ik dat mee om in het tussenuur te gaan leren. Ik hoef thuis niet meer zoveel te leren. Alleen de dingen die ik nog wat lastig vind, herhaal ik dan gewoon weer. En dit gaat er beneden zo meteen allemaal uit. Die neem ik mee naar beneden en dan doe ik dat weer. Zo. Is dat ook weer ingepakt. En er moet ook nog een penny in om te lezen in de sclaven. Dan zet ik jullie nog een keer hier naartoe. Want dan ga ik kleding uitzoeken.
natuurlijk een schone onderbroek, een schone BH, een schoon hemd en dan even kijken, deze broek wil ik morgen aan met de riem. Oh ja, top. Die broek, kijk, die is echt leuk. Hier zo'n gat bij de knie. Maar gewoon deze donkere uiteindes. Die doe ik morgen aan. Met deze. Mijn nieuwe trui. Oh ja, dan met deze onder. Die gaat eronder. Want anders zweet je heel erg. Onder je oksels is dan, als je dit doet, dan zijn je ook onder je oksels een beetje bedekt. Dus dan zweet je niet. Want dit zo'n stofje is. Een lekkere, dikke nieuwe trui. Bij ons in Doorwerth, degene die misschien Doorwerth kent, of Doorwerth woont. In het winkelcentrum van Doorwerth staat altijd een kraampje met kleding. Hele leuke kleding, jurkjes, truien, vestjes, t-shirtjes, allemaal leuk. En daar kun je deze dus kopen. En deze was daar €35, dus het valt op zich wel mee. Heel leuk. En omdat wij er altijd super veel kopen, krijgen we altijd al korting. Dus hier heb ik dan €5 korting op gekregen. Dus dat is wel aardig altijd. Mijn moeder koopt er ook altijd heel veel. En dit is mijn eerste aankoop bij haar. Nou, we hadden daarvoor... Mijn moeder had... Toen we dat gingen kopen, had mijn moeder... had daar een jurk gekocht. Een poncho. Nee, 3 jurken. Een poncho. 2 broekjes. 2 soort van leggings. Met ingevoerd. Dus dat er van dat vlies in zit. Lekker warm. En ik dan de rest. Dus dat is best veel. Nou, en dan ga ik nu wel mijn chill kleding aantrekken natuurlijk. Kijk, wat ligt hier? Oh, hier ligt het al. En deze broek. En die is van de Hunkemuller. En dan mijn lekkere dikke sokken. En er ligt nog geen ding. Even kijken, want ik vind het lekker om mijn vest aan te doen. Oh, dan doe ik wel gewoon dit aan. Deze doe ik wel eraf staan, want ik ga toch zo douchen. Met dit lekkere vest. Dus dat ga ik lekker aantrekken. Nou, gaan we even mijn cavia's doen. Ga ik een klein stukje laten zien, omdat sommigen van jullie dat toch best leuk vinden. En ik heb nu een nieuw ding. Want, ook vanwege kosten en vanwege hennep. Niet echt vanwege kosten, maar vanwege het hennep en omdat het eigenlijk niet nodig is. Want ik doe nu om de dag de kooien verschonen. Dus poepjes en plasjes eruit. Dat doe ik niet meer iedere dag. Want gisteren heb ik de mannetjes helemaal goed gedaan. Alle poepjes en plasjes eruit. Het enige wat ik dan doe is natuurlijk nieuw voer. Vers water. Nieuw hooi. En s'avonds krijg je van mij groenten. En het enige wat ik dan doe is wel even de poepjes uit hun voerbak halen. En dat ga ik dus vandaag bij hun doen. En nu zijn de vrouwtjes aan de beurt met poepjes en plasjes eruit halen. Want hun maak ik niet zo heel vies. En ja, hun doe ik wel dan gewoon alles. En dan zijn hun morgen dan weer niet aan de beurt, maar hun weer. En zo doe ik dat. Je kan het misschien niet goed vinden, je kan het wel goed vinden. Maar zo vind ik het op dit moment fijn. Want dat scheelt me ook weer tijd. En ik heb wel genoeg tijd op dit moment. Maar dan, als ik pas om 5 uur thuis ben, moet ik nog eten, huiswerk maken, chillen, ook douchen. Dan heb ik niet zoveel tijd. Dus dan. En ik heb natuurlijk, wat ik wel anders doe, is knuffelen. Want we verdienen wel veel aandacht, natuurlijk. Zo. Hier heb ik een hooi in. In die vuilniszak. Oh, ik moet heel even. En dan hier heb ik een honger. En dan heb ik altijd, dat kan ik wel even laten zien en daarna stop ik jullie weer even. Jullie weten ook mijn cavia's toe. Heb ik altijd een voorraad. Ja, de hennep heb ik dan nu nog genoeg. Heb ik altijd, ik heb nu deze pakken met voer. En dan heb ik nog een zak met voer. En dan heb ik 2 pakjes, een klein pakje hooi en een groot pak hooi. En dan stel dat ik te laat ben of dat de winkel net dicht is. Voor dieren heb ik nog een pak houtvezel. Maar meestal heb ik ook nog een pak hennep.
niet zo groot, maar een kleiner pak hennep op voorraad. Dus ik heb altijd een voorraad. Altijd voorraad voer. Hoi. En ik heb nooit iets niks liggen. Ik heb altijd extra. Want je weet maar nooit. Dus dan ga ik nu mijn kaartjes doen en dan ben ik daarna bij jullie terug. Zo. Ik ben klaar. Met die kaartjes. Wat ik dan doe is eerst me even onthennepen. Ik heb toch vandaag, want vandaag hadden ze de mannetjes extreem veel gepoept. Toch even de poepjes er een beetje, niet alles, maar even het grootste deel van poepjes even weggehaald. Ongeveer 2 van deze dingen vol. En even het voer bijgevuld. En ook even een beetje bij hun plasjes en schoon helpen weer ingedaan. Normaal doe ik dat niet, maar nu waren ze wel heel vies. En dan vind ik het gewoon zielig om hun in een vuiligheid te laten zitten. Nou, dit... Ja, ik heb die pakken weggegooid, want die had ik van iemand gekregen. Maar die waren helemaal verkleurd. Dus die geef ik dan niet meer. Kijk, ze hebben nu weer verse brokken. Ik heb er ongeveer dit uitgehaald. Plus de voer wat ik eronder heb gegooid, dus best veel. Zo. Zo, dan zet ik even hier neer. En dan, wat ik dan doe, is, ik zet jullie weer even op de grond neer. Ik kan daar niet twee dingen tegelijk, namelijk. Zo. Is dit dingetje hier. Heel handig. Zie je denk ik ook wel vaak in, bij de McDonald's en zo. Zulke dingen. En dan veeg ik alles op een hoofdje. Ik ga niet door die viezigheid lopen hier. En dit doe ik ongeveer 2 keer per dag, omdat ze op mijn kamer staan. Dus dit doe ik echt wel 2 keer per dag nodig. En 's nachts staan hun op de gang. En de toch niet, want we hebben allemaal toch strips onder iedere deur beneden ook. Dus het toch niet en het is gewoon lekker warm op de gang. Ja, dat dus. En in de gang doe ik het ook een aantal keer. Dit. Of dat ze gaan popcornen of achter elkaar gaan aanrennen, dan wordt het weer vies. De gang en zo ook. En dan lopen mijn moeder en zo loopt daar overheen. Dus. Ja. En er zit hier nog wat spul. Zo. Laatst een beetje even bij elkaar. Zo. En dan doe ik dat ook in de gang. Dus dat ga ik nu even doen. Oh. Zo. En als ik klaar ben met de kaafjes. Dan ga ik douchen. Ga ik daarna... Ik ga vanavond nog even samen aan bio zitten met mijn moeder. Mijn moeder kan me daar heel goed te helpen. Ik heb morgen een biotoets. Dus nog even alles doornemen met haar. Dan ga ik eten. Nee, eerst ga ik eten. Dan ga ik het doornemen. Dan moet ik mijn broodtrommel en zo inpakken. Of ga ik dat alvast inpakken voor morgen. En daarna ga ik alweer naar bed. Want om 8 uur ga ik al rond 7:15, 8:30 ga ik alweer richting bed toe. Ik kan nog wel even laten zien wat ik allemaal gebruik in de douche. Heb ik al pas laten zien in een video die hiervoor waarschijnlijk online komt. Of deze video komt eerder online. Dat kun je niet. Ik neem even mijn spullen mee. BH hoeft niet, want ik ga geen BH doen. En s'avonds. Zo. Doe ik even de lamp uit. Geen onnodig energie gebruiken allemaal. En ook niet te lang douchen. Ik zelf douche als ik mijn haar niet hoef te doen, 3 minuutjes. En als ik mijn haar wel moet doen, 7 minuutjes. Want ik zeg altijd 5 minuutjes douchen. Maar ik doe sowieso dan als ik niks doe. Dus geen sport, geen paardrijden, niks. Douche ik 1 keer in de 2 dagen.
douche ik gewoon. Dan douche ik 1 keer in 2 dagen alleen liggen. Het enige wat ik dan doe is even boven het bad hangen en even mijn wassen zo hier en beneden en mijn voeten en zo. Dan ga ik niet douchen, dus dan dat 1 minuutje water of zo. En dagen ook wel. Als ik paardrijd, dus de maandag en de dinsdag, zie ik er zo uit. Dan was ik altijd mijn haar. Na het paardrijden was ik standaard mijn haar, ook al is het 2 keer achter elkaar. Ja, ik kan wel eens even zeggen hoe ik douche. Maandag douche ik mijn haar en mijn hele lichaam. Want er zat vaak discussie over 1 keer je haar in de week was of zo. Maar dan douche ik mijn haar en mijn lichaam. Dinsdag hetzelfde. Woensdag douche ik niet. Donderdag doe ik weer mijn haar en mijn lichaam. Vrijdag douche ik niet. Want donderdag sport ik. Vrijdag douche ik niet. Zaterdagavond weer mijn haar en mijn lichaam. Zondag douche ik niet. Maandagavond mijn haar en mijn lichaam. En dan gaat het zo weer verder. Dus dat doe ik ongeveer. En wat ik gebruik even snel in de douche is op dit moment gebruik ik dit voor mijn benedenste. 1 keer in de week deze. Die ga ik niet gebruiken vandaag, want die heb ik gisteren gebruikt. Maar deze gebruik ik dan gewoon altijd standaard als ik mijn haar was. En even kijken. Deze 2 shampoos mix ik. Van Head & Shoulders van Oriflame. En op dit moment ben ik deze douchegel aan het opmaken. Zit nog maar voor 1 keer in. Watermeloen. En ik gebruik ook deze. Want ik hou echt van babygeur. Dus die gebruik ik ook wel eens. Even kijken. Er staat verder douchezeep. Alleen nog maar... Oh, er staat nieuwe douchezeep in. Dus welke ik dan zo meteen ga gebruiken. Ja, niet zo meteen, maar als die op is, ga ik op deze gebruiken. Want die staat er weer nieuw in, dus ja. Dat is dat. En dan, even kijken. Het ligt hier gewoon echt aan. Zo. Hier ook al. Dan was dit mijn video. Dit gooi ik lekker allemaal in de was. En dan hoop ik dat jullie het leuk vonden. Vergeet dan vooral geen duimpje omhoog te doen. Oh ja, en wat ik ook nog doe. Als ik klaar ben, mijn gezicht reinigen uit de douche, dan doe ik gelijk mijn gezicht reinigen. Dus dat. Maar dan tot de volgende video. Doei!